Hoi, het is je boy QC en we zijn hier weer met een nieuwe video. En ik kan vooraf al zeggen dat dit een klassiekertje gaat worden, want we gaan op een klassieke programma pre-paard. Oh, dit is zo. Het is je boy QC en Satia. Leuk dat je kijkt. Maar goed, waar was ik gebleven? Het moet wel klassiek worden als we gaan kijken naar een van de meest klassieke programma's die ooit in Nederland heeft bestaan. En dat is natuurlijk Man bijt hond. En wij gaan vandaag reageren op de fiets, meneer. Ik heb er zin in en laten we beginnen. Nederland fietsland. Oh, vertel mij wat. Ons kikkerlandje heeft het... Ik wil niet de video nu al onderbreken, maar elke keer als ik hoor Nederland fietsland... Ik vind het heel knap dat mensen fietsen. Ik vind het heel goed dat mensen fietsen. Heel gezond. Maar als je in Amsterdam rijdt... Het is verschrikkelijk. Die fietsers denken dat de wereld van hun is. Het is niet normaal. Het is echt... we gaan nu om de video. Ik weet niet altijd dat als ik hoor Nederland fietsland... Dan gaan al die herinneringen bij mij in mijn hoofd... Dat ik door Amsterdam heen aan het rijden ben. Laten we de moed niet verpesten. Laten we gewoon beginnen. Het grootste aantal fietspaden ter wereld en het grootste aantal fietsen per hoofd van de bevolking. In totaal zo'n 18 miljoen tweewielers. Zo, dat is veel. Voorst heeft een wel heel speciale band met zijn stalen ros. Zo fiets, we gaan weer een eindje fietsen. Het is wel niet heel... We gaan niet zo beginnen, toch? Je gaat mij niet vertellen dat deze man tegen zijn fiets praat. Het begint al goed, jongens. Oh, waar is de popcorn, jongens? Pauzeer even deze video. Haal je bakje popcorn. Haal je chipje erbij. Dit wordt genieten. Ik ben nu al verkocht. Zo, fiets. We gaan weer een eindje fietsen. Het is wel niet heel zo mooi weer. Ik hoop niet dat je het erg vindt. Maar we moeten even naar dorp toe. Het is wel een beetje slap. Ja, het zou wat zijn dat die fiets gewoon zegt van... Ja, weet je, liever niet. Stal maar terug. Oh, maat. Dat meen je niet. Dat meen je niet. De fiets meneer, jongens. Ja, alleen bij man bij het hond kan dit. Het wordt weer, maar vanavond mag je weer binnenkomen. Oh, gelukkig. Meneer Van Voorst, hoeveel fietst u gemiddeld? Nou, als het weer meewerkt en ik heb tijd genoeg, ongeveer 10.000 kilometer in een jaar. Als het financieel komt, zou ik helemaal niet meer werken. Dan zou ik alleen maar gaan fietsen. Kijk, ik voel wel zijn waardering voor fietsen, zeg maar. Dat waardeer ik. Ik waardeer dat echt. Fietsen zit tegen me te praten. Ze wil naar binnen toe, want ze zit het koud en vindt het fris. Het ging regenen en die fiets zegt, ja, ik wil het. We zitten net een minuut erin. Oh man, dit meen je niet. Ah ja, dit is mooi. Oh, zo, oh man. Dit kan een hele lange video worden, shit. Fietsen zit tegen me te praten. Ze wil naar binnen toe, want ze heeft het koud en vindt het veel te nat. Ja, snel naar binnen. Is goed, fiets. Oh, ik mag hem wel. Mijn fiets heet Cheetah, maar dat wist je misschien wel. Oh. Zo, gaan we trekken. Wil je dat merk ook, toch? Nou, we lekker warm binnen staan. Zo, ja, die staat bibber hoor. Breng hem bijna binnen. Op welk moment sprong de vonk over? Nou, ik gok dat ik toen zo'n beetje een jaar of 12 was. 11, 12 jaar. En toen kwam er een buurmeisje bij me en die had een leuke fiets. Ik zeg, nou, die moet je eens een keer vaker meebrengen. Dan ga ik er samen op zitten. En dan geniet ik ervan. Oh ja, dat is besef. Oh ja, hij leert een meid kennen. De buurmeisje, die komt chillen. Weet toch wat die je zegt bij. Een meid, zeg maar, een vriendin meebrengt. En dat je zegt van, hé, breng die vriendin vaker, man. Weet toch, gezellig. Chilling, man. Weet toch, dat denkt die meid al van. Ah, weet je, ik zie hem zitten, maar hij ziet mijn vriendin zitten. Die meid heeft dat gewoon gehad met haar fiets. Dat ze dacht, ja, wat is dit nou? Hij wil liever die fiets dan mij. Ja, het kan allemaal. Groter en wat rijper. En toen begon het gevoel van de fiets te komen van... Die vind ik lief. Maar hij is echt verliefd op een fiets. Maar gewoon echt. Vindt u het trouwens fijner als ik meneer Van Voorst zeg of meneer Fiets? Nou, ik heet officieel wel Van Voorst, maar aangezien dat Fiets bij Kees hoort en Kees bij Fiets, mag je gewoon Kees Fiets tegen me zeggen. Hoor ik Kees Fiets, man. Dat vind ik fijner. Ja, nou, want daar van, want dan weet hij gewoon dat hij erbij hoort. En maar dan heb ik wel eens een klein probleempje, want ja, ze willen alle 24 natuurlijk tegelijk mee. Oh, dan kan er altijd maar één mee. De 24, dus het een maat. Oh, en een keus, moeilijk voor mij. Dat is die boykie. Te zeggen van, ja, nou, dan moet jij maar even wachten. Dat zijn heel wat relaties. Dat zijn heel wat relaties. Ik ga niet met je liegen. Nou, ze zeggen wel eens inimine mutten, maar ik zeg gewoon, sorry fiets, jij bent gisteren mee geweest. Dan mag je zusje mag mee of je broertje mag mee. Ja, ja.
maar ziet u de fiets dan als uw gezin? Of als, hoe ziet u de fiets dan? Ja, daar ben ik ook wel benieuwd naar. Hoe ziet hij de fiets? Als partner? Als een groot gezin? Ja, dat is next level. Kijk, dat iemand helemaal fietsengek kan zijn, kan ik snappen. Ik had ook een jongen in mijn klas, die was helemaal weg van treinen. Ik weet niet of hij ondertussen een relatie heeft met de NS of zo. Dat zou kunnen. Toch? Zijn zaak. Ja, dit gaat wel next level, man. Sowieso 24 fietsen is wel veel. Maar daar ook nog een soort van relatie mee hebben? Dit is het ding. Laten we het daarop houden. Fiets is Kees, maar Kees is fiets. Dat, net als hij man en vrouw hebt, horen we bij elkaar. Oh, hij zit echt als een relatie. Ja, aangezien hij dan meer dan één vrouw hebt, ja, je kunt ze ook niet allemaal tegelijk gebruiken. Uh-huh. Dus dan moeten ze wel eens een keer geduld hebben. Ja, ja. En daar troost ik ze dan maar mee, dat ze de volgende keer... Hij is wel een play, hoor. 24 heeft hij aan de haak. Nou, dan pak ik ze even heel lief vast en zeg ik, nou, fiets, volgende. Jongens, we hebben weer een klootzak alert. Die reporter is ook echt een teringlijn, jongen. Hij haalt het wel echt het onderste uit de kan, zeg maar. Hij vraagt van, ja, hoe troost je ze? Gewoon nog met straight face. Ja, ja, man. Volgens mij ben je daar bij man bij hond ook, zeg maar, op aangenomen. Dat ze de volgende keer aan de beurt zijn. En hoe troost u ze dan? Nou, dan pak ik ze even heel lief vast en zeg, nou, fiets, volgende keer mag jij weer mee. Oh, man. Oh, wat gaat hij doen? Nee, gaat hij... Ik dacht, die man gaat even bandje voelen. Kijken of hij niet zacht is, hè, omdat hij misschien ermee wil fietsen of zo. Die man begint hem gewoon te knuffelen. Hij begint gewoon echt te laten zien hoe hij ze troost. Ja, dit is lijp. Dit is, jongens, ik heb veel gezien, maar dit is nieuw. Okay. Ik kan niet met dit. Dan was je helemaal tevreden. Ja, dat voelt u aan de fiets? Ja, en aan mezelf. Ja? Wat is dat voor gevoel? Nou, net zoals zij iemand gaat benaderen als je gemeenschap wil hebben. Oh, is dat zo? Ja. Ja? Zo moet je zien. Legt u eens uit? Nou, als ik op een gegeven moment op fiets zelf zit en ik denk alleen maar aan fiets, dan op een gegeven moment kom je gewoon klaar. Oh? Ja, wat moet ik hiermee? Wat willen jullie nu dat ik zeg? Wat willen jullie dat ik zeg? Ik heb... Er is genoeg internet voor mij, man. De video is nog niet klaar. Maak je geen zorgen. Er komt telefoon eens af. Maar ik moet even bijkomen van dit. Dat was... Wat overkomt ons hier? Ja. Ik wou nog net gaan zeggen, maar hij is wel echt heel lief met zijn fietsen, weet je. Ik bedoel, hij behandelt zijn fietsen zoals sommige hun partners niet eens behandelen, snap je? Hij stopt er echt veel tijd en moeite in, snap je? Hij... Heeft er veel liefde voor, maar ergens moet je soms ook gewoon een grens trekken. Ergens moet je soms gewoon zeggen, oké, Kees, hier en niet verder. Ja, tot hier en niet verder. En dan gewoon straight face. Dat zo van, ik heb nog niks seks gezegd. Dat is toch? Ja, maar ja, daarom wil ik ook graag altijd op fiets zitten, want dan krijg ik dat heerlijke gevoel. Ah. Zodoende. Oké. Heeft u dat vaker verteld aan mensen? Nou, wel tegen mijn kameraad Willem, zeg maar. Die weet het. Ja. Verder is dat natuurlijk wel privé. Ja, heel privé bij mijn ontbijt. De tweede primeur, dat hij dat nu weet. Want u vindt het niet erg omdat dat op televisie komt? Nee, want zo ben ik nog eenmaal, dus zo moeten ze me maar accepteren. Ah, oké. Geen moeite mee. Vandaar dat voorbeeld ook. Hij staat wel voor wat hij staat, man. Ik bedoel, hij staat zo sterk als een standaard. Sorry, die opmerking, ja, dat is echt voor de hand liggen. We gaan door. Ik ben sowieso een beetje van mijn apropos. Maar we gaan door. Ook dat jullie wat voor de vrouw voelen, voel ik voor de fiets. Ja, ja. Alleen heb ik dan wel één voordeel, of een nadeel, net hoe je het noemen wil. Er komen natuurlijk geen kleine fietsen. Maar meneer Fiets, hoeveel fietsen man. Heeft u nu eigenlijk staan? Ja, schrik niet hoor. Dat zijn er zelfs 24. Dat is echt belachelijk veel. Waar zijn ze allemaal dan? Kijk, daar zijn ze. Als het goed is staan er hier ongeveer 12. Op de zolder. Ja, en dan achter jou in dat kamertje staan er ook nog een paar, dus bij elkaar zijn het er 14. En meneer Fiets, hoe is het om als mens zo'n liefde voor de fiets te voelen? Nou, daar leef je als het ware helemaal in op, om het zo maar uit te drukken. Want ik moet er niet aan denken dat ik niet meer zou kunnen fietsen. Voor de mensen die denken van, hè, ik kan niet eens liefde krijgen en deze fietsen wel, accepteer het. Accepteer het feit en doorgaan. Het is natuurlijk niet helemaal goed wat ik nu zeg, want ja, je weet dat het een hiernamaals is. En vandaar dat ik voor de lange reis er graag eentje mee naar boven wil nemen. En wilt u een fiets mee het graf innemen? Begrijp ik het nou goed? Zegt hij nou dat hij een fiets wil meenemen naar de hemel toelaten? Ik weet niet of Kees het weet, maar de meeste... Ik wil ook niet zijn dromen verpesten. Ik hoop ook niet dat hij deze video kijkt. Maar fietsen hebben geen ziel. En corrigeer me als ik verkeerd zit.
Tot zover alle fietsen die ik heb gezien hadden geen ziel. Maar goed. Ja, dat zijn mooie ronde zadeltjes, hè? Ja, die zitten veilig ook aardig makkelijk. En je hebt tegenwoordig al zadels waar een gat in zit. Om je mannelijke gedeelte... Nee. Hier gaan we niet naartoe, Kees. We trekken de grens, Kees. Nee, Kees. Daar gaan we niet naartoe. Laat die zadel met rust. Oh, man. Aan de ene kant denk ik van, aan de ene manier denk ik gewoon van, hé, wat Kees man, wat een lieve vent, wat een zachtaardig persoon. En aan de andere moment denk ik weer van, bro, jij bent een psychopaat. Oh man, dit is niet goed man. Om je mannelijke gedeelte een beetje vrij te houden. En wat is nou het lekkerste zadel om... Dat is heel erg. Ik dacht van zadels met een gel erin. Oh ja? Ja. Want dat veert uit zich al uit rietjes op druk. En dan klinkt dat heel raar, maar als een band dan te zacht wordt, dan voel je hem stoten, ja, dan gaat het nog veel vlug. Kees, man. Kees. Maar ja, het is voor de fiets natuurlijk minder gunstig, want ja, je moet veel zwaarder trappen en de banden die slijten veel meer. Ja, dus een beetje afwegen of het lekker gevoel... Niet te gek maken. Ja. En af en toe toch... Nee, joh, niet te gek maken, Kees. Nee. Alsof het nog gekker kan. Gaat hij doen? Zo, fiets Willem. Dat is weer een andere fiets. Met me mee? Oh. Dat mag hoor. Ja, Willem wilt mee hoor. Even een beetje draaien. Want je bent pas nog jarig geweest, hè? Oh, dat is... Nee, vlaggetjes gekregen. Willem is laatst nog jarig geweest. Deze man onthoudt beter verjaardagen van zijn fietsen dan wij van elkaar onthouden. Oh. En jouw broertje die staat bij Willem in Ederveen. Dus die zie je pas weer als we weer samen gaan fietsen. Er zitten ook mannelijke fietsen tussen? Ja. Ja. Klopt. Maar zolang een fiets er mooi uitziet, aan een mannetje of een vrouwtje, daar heb ik geen moeite mee. Dat is om het even. Komt erop neer, hij is fietsseksueel. Oh man, ja, dat lag er zo voor het inkoppen. Het spijt me. Het spijt me. Ik hoop niet dat ik straks een hele groep tegen mij krijg die relaties hebben met fietsen. Ik hoop het niet. We zien nog. Ja, je moet in het geval wel iets beter weer meebrengen hoor, want dat vind ik gewoon droevig. Het weer is niet best. De fietsen maar mopperen op mij. Ja, ik ben wel te fietsen. Jij zou niet gaan, hè? En jij nat? Ja, de fiets is nu nat, ja. Oh, dat mag die van jou? Ja, die van mij mag nat worden. Oh, oké. Kom maar, Walter, want je had iedere keer een smoesje dat je geen tijd had en ja, geen zin. Je. En nou, ik denk, dan doe ik het maar via man bij het hond en dan kun je eigenlijk... Oh, hij heeft me gekend. Hij heeft hem echt lekker gekend. Vandaag mag het gebeuren, dus nou, ik zou zeggen, beginnen. Die man had helemaal geen zin om foto's te maken, deze gozer hier. Je weet toch, hij heeft hem goed getriggerd. Hij heeft gewoon gezegd en gezegd van, luister dan, er komt een tv-programma langs en je wou nog foto's maken. Toch? Ja, dit is je kans. Kees is slim hoor. Die Kees is niet gek. Ja. Ja. Met welke fiets moet ik beginnen? Ik zou zeggen met de Ineke. Met Ineke? Dat is die Ineke. Dat is allemaal naam. Ja, de stuk of 8 fietsen hebben nou een naam gekregen. 8 van de? Van de 24. Oh, ze hebben niet allemaal een naam. Maak je borst maar nat. Gaan we proberen, Kees. Goed zo. En meneer Fiets, waarom heeft u eigenlijk gekozen voor de fiets en niet gewoon voor een mens van vlees en bloed? Nou, dat is een gevoel wat op een gegeven moment spontaan in me opgekomen is. Ja? Dat ik het bij fietsen meer voel als bij mensen. En heeft u het wel eens gevoeld voor mensen? 2 keer. Het zag er leuk uit, maar qua karakter en qua medeleven zou dat nooit lukken. Ik denk ook heel eerlijk gezegd, als zeg maar Kees een relatie wil hebben met met iemand van vlees en bloed. En diegene zit ineens op zijn fiets, of die moet even snel naar de winkel toe, naar de apotheek. En die denkt bij zichzelf, weet je wat, ik ga even paracetamolletjes halen. Die komt terug, zie je Kees al thuis zitten. Waar ben jij geweest? Ja, die maakt wel een einde aan de relatie. Dat houdt niet stand. Dat kan ik je wel vertellen. Dat kan ik je echt vertellen. Dus ben ik er maar weer mee opgehouden, maar was wel even moeilijk voor me. Ja. Maar toen heb ik later de troost in de fietsen gevonden. Dus ik denk, nou, dat is toch helemaal niet meer erg. En ik wil 's morgens dus echt niemand naast me hebben. De eerste 2 uur. Behalve een fiets. Ja, de fietsen zijn altijd lief, want die zeggen nooit iets terug. En die bestellen niks. Daar heeft hij een punt. Die bestellen niks. Ik denk dat we de relatiebreuk weten. Die vorige vrouw heeft allemaal dingen besteld. Kees had nog wat geld opzij gezet voor een van zijn fietsen. En hij kijkt de volgende dag van, hè? Ik had toch geld op de spaarrekening staan? Allemaal op. Ja, wegwezen mevrouw. De fietsen zijn altijd lief, want die zeggen nooit iets terug. En die bestellen niks. En ik kan toch mijn eigen blijven. Zo moet je het zien. U bent een gelukkig man. Heeft u wel een punt. Wat dat betreft, dan leef ik daar helemaal in. Dat mag je best wel zeggen. Hij is wel zeker van zijn zaak. Gaan we foto's maken? Ja, wat doe jij dan maar eens? Oh, dan man. Mooie trouwfoto. Ja, dat lukt niet altijd. Zo, Walter, je wordt hartelijk bedankt. En nou heb ik nog 1 fiets die ik heel graag op de foto wil hebben. Oh, want oh, die oh. Mag eventueel later mee ook de grote reis gaan maken. Oh. En welke fiets mag het zijn? En dat is tante Anne. Ja, tante Anne. En tante Anne staat beneden, dus dan moet je eerst naar beneden toe. Nou, die is opzoeken. Oké. Okay.
Dus dit is Tantan? Ja, dit is Tantan. Ja, hoe wou je de foto hebben? Graag de fiets er volledig op en mezelf ongeveer met het gezicht erbij. Even bij lachen. Houd de fiets goed vast. Staat op. Hand om de boenda. Namens Tantan en mezelf, hartstikke bedankt. Heel mooi. Super. Deze. Oh ja, die zijn mooi, ja. Ja? Ja, super. Dan tevreden. Ja, en dan als het in het voorjaar nog een keer, dan doen we ze gewoon een keer allemaal buiten. Okay. Ja, ja, gaat niet meer komen. Die gaat niet meer komen. Die gozer denkt bij zichzelf, ja dag, je hebt me in een setup gezet. Ik kom niet meer. Je zoekt het maar uit met je programma's. En als er nou mensen zitten te kijken die denken van, ik herken me daarin. Ik val ook op fietsen. Laat ze maar komen. Oh nee, dat wordt een hele orgie. Laten we dat dan maar niet doen, Kees. Dat gaat helemaal fout. Tot ook dat we samen met elkaar gaan fietsen. Helemaal geen moeite mee. Dat is juist leuk. Maar ze moeten er net zo netjes op wezen als ik. Ja? Anders gaat het wezen niet door. Ah. Nou, de koptelefoon is af. En ik ben stuk gegaan. Maar goed, einde van de dag moet ik wel zeggen. Kees weet wat hij wil. Hij doet niemand pijn. Hij valt niemand lastig. Hij heeft gewoon een relatie met zijn fietsen. En hij komt ervoor uit. En hij heeft scheid aan alles en iedereen. Kees is gewoon lekker bezig met zichzelf. En de fietsen. Dus dan denk ik bij mezelf, ja, waarom ook niet, man? Blijf gewoon lekker de Kees die je bent. Maar goed, ik wil jullie bedanken voor het kijken. Vergeet de video niet te liken, te subscriben. Ik hou van jullie en tot de volgende. Doei!